Hallo iedereen en welkom terug bij video nummer 4 van mijn blinde speler speelt Mortal Kombat 11 The Towers videoseries. In de vorige video hebben we met de Hollywood star icon genaamd Johnny Cage gespeeld en we hebben er ook de oude klas weten te pakken te krijgen van The Goddess of Time genaamd Kronika. Tijdens deze video zal ik met de Thunder God Raiden gaan spelen en ook kijken of we ook met Raiden succesvol zullen zijn. Ik wil ook even kijken of we iets meer fatalities en dat soort dingen erin kunnen gaan planten. Dus laten we gaan kijken of dat inderdaad succesvol gaat blijken te zijn. Dus off we go. Oké, dan dames en heren. Onze eerste slachtoffer eigenlijk wordt nu ingeladen. En laten we zien wat er te zien is en te doen wat er te doen valt. Dus we betreden nu langzamerhand de arena. En let's see how we fare. Oké dan. Tijd voor de Mortal Kombat competitions. En de cinematics uiteraard weer. Made some bad calls, Raiden. Can I still expect your loyalty? I pledge allegiance to the flag. Round one. Sonya Blade. Maar ik vond nog even spelletje niet zo lekker met Sonya Blade. Auw, dat was mooi. Ah, don't cry. The most wounds will fade with time. En nee, niet gooien met exclusieve. Lekker op, pak. Hoppa, klap voor je bakkes. Ja, maar de Kronika niet, hè? Sonya Blade. Oké, let's go. Bam. Ik heb het niet zo op. Mensen die de Thunder God een grapje maken voor de Thunder God. Even gooien met Sonya Blade. Fatality nummer 1, dames en heren. Damn hurts, man. Fatality. Awesome, die fatality, man. Oké, op naar gevecht nummer 2, oftewel slachtoffer nummer 2. We pakken wat soul crystals mee, wat coins die we uiteindelijk in de... Hoe heet dat nou ook weer? De labyrinth kunnen gebruiken op Shinnok's Island. Ik doe hem gewoon even de labyrinth of zo. Maakt verder ook niet uit. Het is in ieder geval op Shang Tsung's Island in ieder geval. En de big necromancer with a long raven black hair. Ik ben benieuwd of we die tijdens deze video nog tegenkomen. Of Shao Kahn bijvoorbeeld. Het is ook wel een beetje een... Klimactisch gevecht dan in ieder geval als we de Thunder God Raiden en Shao Kahn tegen elkaar hebben. Dat zou awesome zijn. Maar in any case, het volgende slachtoffer is hier. Liu Kang believes that I am Katana. You will cease your cruel deception. Only after I've broken his heart. Is Melina volgens mij? Ja, denk het wel. Want zeker met de vergelijking met Kitana, want Melina lijkt heel erg op Kitana. Appa, gotcha. Hoewel het ook qua sound wel wat weggeeft van Devora. Bam. Liggen. Nice. 1-0 voor Camp Non Vision Gaming. Auw, keep the blades with you, mistress. Ik wou bijna zeggen mister. Kunnen we ook gooien met Melina? Denk het wel. Kom hier. Let op. Nog een keer. Nee, niet nog een keer. Ja, nog een keer. Ja, daar heb ik ook. Fatality nummer 2. Awesome.
In dat opzicht jammer dat ieder character maar twee fatalities heeft, maar Wasteland want not, ze weten toch wel voor ieder deel toch een aantal brutale fatalities, hoewel het een dubbelop woord is, te verzinnen. Ik heb de naam wel opgezocht of zo, maar volgens mij is het kortstondige elektriciteit en langdurige elektriciteit of zo waar het mee te maken heeft, maar oh well, never mind me rambling. Vergeet ik vooral niet, als je dit een leuke video vindt, om dit, gewoon te liken en je te abonneren. En heb je vragen, vergeet dan niet om dat in het commentaar te laten weten. Maar goed, slachtoffer nummer 3 is Almost Upon Us, and there he or she is. The Elder Gods are gone, Raiden. Shao Kahn! Even without them, I will finish you. Soon you'll sleep with those worms. Awesome! Dat had ik niet verwacht dat we nou tegen Shao Kahn mochten. Kom op, jongen. Mister Evenzwijn, slaan we even neer. Tenminste, ik hoor van verhalen dat hij er vrij groot uitziet. En dan een beetje zwijnachtige trek heeft ofzo. Ik weet niet wat het is. Auw, dat doet pijn. Auw. Hou je aan maar bij je vriend. Hoppa. 1-0 tegen Shao Kahn. Ik moet even nadenken wie het ook weer was. Big arch enemy van Raiden. De Bad Emperor van Outer World. Frontaal gevecht hier. Dan zijn we weer met de Fatality, dames en heren. Yeah. Klinkt behoorlijk pijnlijk en behoorlijk schokkend als je het mij vraagt. Oké dan, dat was slachtoffer nummer 3. Flawless Victory ook nog een keer. Freaking awesome. Oké, we pakken de Soul Crystals en de Coins die we in de Labyrinth kunnen gebruiken. En dan gaan we door naar slachtoffer nummer 4. Hopelijk is dat. Mooi van vind ik het altijd wel raar om dan tegen allies te vechten. Tot op heden hebben we nog. Zoals het eerste weer tegen Sonya Blade bijvoorbeeld. Maar ik hoop dat we nou weer een bereidwillig slachtoffer hebben gevonden van de Outer World of Netherrealm. Of in ieder geval niet van Earthrealm. Dus. Oké, dan zijn we dan met gevecht nummer 4. I want answers now. Your future is unwritten, Kung Lao. Oh, toch een ally. Where did my revenant come from? Round 1. Fight. Toch een ally. Auw, hou je nice bij je. Ik ben een Thunder God, dus show a little bit of humility and respect. Auw, ik zeg humility and respect, not your knives. Or your fists, or whatever. Oh, daar sta je. Hi. Auw. Everyone has a path. Dat heeft we zeker. Oké. Kijken of we de video vertellen die ook in de pocket kunnen douwen. Knuffel. En ik wil nog een knuffel. Eén heb ik niet genoeg. En met twee ook niet. Au. Oh, daar zei je. Hi. En fatality nummer 4.
Fatality. Dus in dat opzicht wel een hele mooie video. Dat we gewoon in alle vier de gevechten voor Chronica eigenlijk een Fatality weten af te kicken. Super awesome. En dat kan helaas niet tegen Chronica. Level up. Super awesome. Maar goed, weet je, dan kunnen we wel voor de oude klassen pakken ook krijgen met Raiden. En eventueel nog wat extra Soul Crystals en coins te pakken weten te krijgen. Wat natuurlijk nooit kwaad kan. Dus ik ga ervan uit dat we nou Chronica krijgen. Ik ga ervan uit dat we Tower met 5 gevechten hebben geselecteerd. Ik wou dat deze opname gewoon zwaar mislukt. Maar laten we uitgaan van het positieve. Ja, there we go, ladies and gentlemen. Chronica, once more. Your life, your name, they will be wiped from history. Come, it is time. Laten we het gewoon nog een keer doen, dames en heren. Let's go. Let's kick some asses. Fight. The Thunder God tegen the Goddess of Time. Appa, fight number one, ours. Dan krijgen we nu een slachtoffer uit het verleden. Ik noem ze niet eens meer tegenstanders in dit geval. Bam. Appa, dat was het eerste slachtoffer en nu komt Chronica weer terug. Dus there we go. Oké, hallo Chronica. Fijn dat je er weer bent. Kunnen we het gewoon nog een keer doen. Ziet er wel charmant uit als je dan... En dan gaan we met je vuistjes op en neer zaten whippen. Kom eens hier, Chronica. Niet wegrennen, dat is niet leuk. Papa, oké, okay, slachtoffer nummer 2 weer. En dan we go. Ah, daar weer. Hi. Nou, dat doe je niet, Chronica. Volgens mij ben ik toch meester van mijn eigen lot. Oké dan, die Chronica voor de derde keer. Maar zijn we nog redelijk oké qua gezondheid. Ik bedoel, het kan altijd beter, maar... Maar voor mij is Chronica niet ver af meer van een permanent graf in het verleden. Oké, dames en heren, dat was Chronica weer. Ah, heerlijk dat gevoel. Ik ben inderdaad van de week bij vrienden geweest en ik heb me laten vertellen dat dit er inderdaad vrij pijnlijk uitziet. Dus, maar het is onderdeel van de video, dus ik laat het gewoon zien. En dan krijgen we dadelijk te zien wat Raiden zou doen met de oude Cloud. Jeff Lee's got beheaded. En there we go, dames en heren, het verhaal van Raiden. Chronica had manipulated me. In timeline after timeline, she stoked my anger and fed my arrogance, turning me against Liu Kang. My nose rubbed in my own fallibility. I was humbled. How could I be worthy to accept the mantle as Keeper of Time? I thought that to control time and destiny fairly, I must purge myself of all human emotion. Summoning the strongest magic, I burned away my fear and anger. All that remained was pure logic. But I learned quickly that the logical choice is often not the just choice. Unless tempered by compassion and heart, logic leads to decisions no better than those based on anger or fear. Now I am once more at time's beginning. But on this journey through history, I will infuse logic with love. In this timeline, I will finally achieve peace for the citizens of all realms. Wijze woorden, Raiden. Oké, dat dames en heren. Dan markeert dit het einde van video nummer 4 van Blindenspeler speelt Mortal Kombat 11 The Towers met de Thunder God Raiden. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En ja, vergeet ook vooral niet als je dit een leuke video vond om dit in het commentaar te laten weten. Of geef groene duimpjes of abonneer je en deel dat met iedereen die dit interessant zou kunnen vinden. Hoe dan ook, dames en heren, wanneer je suggesties hebt voor een eventueel volgend karakter of
Ja, moet ik een video misschien opnieuw doen van Mortal Kombat? Dan vergeet dat vooral niet ook om het in het commentaar te laten weten. Hoe dan ook, dames en heren. I call it a day today. En ik zie jullie hopelijk allemaal weer terug bij de volgende video van Blinde Spelers met Mortal Kombat 11 The Towers. Tot de volgende keer allemaal. En ciao, ciao.